Heb ik dat nou alleen? Het zal toch niet dat ik dat alleen heb? Dat je dus knettergek wordt van die mensen met van die zogenaamde leuke bedoelde uitdrukkingjes. Van kijk mij eens geestig zijn. Van die afgetrapte zinnetjes uit de kroeg. En daar komen ze dan mee met een gezicht van kijk mij eens die. En oh god, als ik me toch ergens aan erger, dan is dat het wel. En wat zie ik nou boven zo'n veldje daar bij het Nederlands elftal? En daar komen ze dan met zo'n zogenaamd leuk bedoelde, komen ze met een vliegtuigje voorbij. En dan doen ze dus een variatie op Auf Wiener Schnitzel. En dan heet het Auf Wiener Schnitzel. En dat moet ik dan leuk vinden. Werkelijk, ik krijg een wegtrekker in mijn liezen van dat soort dingen. Ah, man, dat je het echt denkt bij jezelf, alsjeblieft, hou nou op. Dat zijn die mensen die dan, die bedoelen dan succes, die zeggen geen succes, maar die zeggen succeven. Werkelijk. Ja, of die bedoelen, die zeggen dan niks aan de hand en dan zeggen ze nothing on the hand. Nee. Of wat dacht je van, het is hier gezellig. Ja, het is hier gezellig. Zal ik jou zeggen, gezellig in elkaar pompen? Vervelen, ja, met je gezanik. Gadverdamme zeg. Of dan bedoelen ze, dan zeggen ze ja, dan bedoelen ze dan serieus en dan zeggen ze, ja maar dat is serieus hoor, serieus. Het is toch werkelijk, het is toch om te huilen gewoon. Dat valt in de categorie van, kijk mij eens leuk zijn, how do you, doedelzak. Die categorie, oh dat is zo erg, beste vrienden. Ik kan het je niet vertellen hoe erg ik dat nou vind. Wat dacht je van snappé-foe? Dat gebeurt je dan gewoon op zo'n verjaardag. Er zit dan die zogenaamde leuke oom of die neef of weet ik wat. En die snappé-foe. Ja, snappé-foe, ja. Lul. Godsamme nog wat toe. Het is toch om knettergek van te worden. En dat gebeurt dan gewoon boven zo'n veldje. Ja, bij het Nederlands elftal. Frips, zeggen ze dan, frips. Dat zeggen ze ook, ja. Frips. Als het dan koud is, hè. Dan het is wel frips, hè. Fris bedoelen ze dan, frips. Ah, wat erg allemaal. Vrienden, ik sta daar toch niet alleen in, hoop ik, hè. En dan heb ik het nog niet eens gehad over, helaas, pindakaas. Oh, dit is ook zo'n grote ergernis. Of... wat dacht je van nog één op zo'n verjaardag? Gefeliciteerd, Flapstraat! Want ik zal het jou eens eventjes helemaal gewoon kelen gewoon. Idioot dat je bent met je gefeliciteerd, Flapstraat. Dat gebeurt je dan en dan gaan ze weg. En dan met een glimlach en dan zeggen ze... Hey, tot ziens! Tot ziens! Ik wil je nooit meer zien! Oh, vrienden, ik sta daar toch niet alleen in.